En deze worden gewoon zo gefrituurd. Er zijn de vleugeltjes afgehaald en de pootjes. En de dames ook, vindt u mee? Deel stoer. Ik wil wel. Kijk, je moet niet naar kijken, hier. Oh, wat is hier dan? Oh, ik wacht, maak even een foto van Noah. Ja, precies. Ja. Ja, we hebben een afgelopen 5 jaar niet meer geweest. We organiseren deze food experience om mensen bewust te maken van de herkomst en besteding van voedsel. Dat past ook feilloos in het strategisch thema van de Rabobank, waarbij we ook wereldwijd een voedselprobleem hebben. En dat willen we ook. De Rabobank heeft de doelstelling om daar haar bijdrage aan te leveren, om dat op te lossen. De wereld groeit van 7 naar 9 miljard mensen in korte tijd. En wij willen daar als Rabobank samen met onze klanten een bijdrage aan leveren. Waarbij ook een belangrijke rol voor de Nederlandse voed- en agrisector is weggelegd. En er worden hier ook filmpjes vertoond en lezingen gehouden. Dat heeft allemaal te maken met de connectie Rabobank en het eten? Ja. Heel nadrukkelijk wel, en dat willen we ook juist heel lokaal houden. Door ook ons, zeg maar, ons wereldwijde, ons strategisch thema, wat heel groot is, om dat vooral ook lokaal en klein te maken. En ook de lokale bevolking hiermee op deze manier in aanraking te laten komen en het bewustwordingsproces op gang te helpen. En waar kunnen mensen hier zo allemaal van genieten? Nou, ik zie hier, we staan hier bij heerlijke Fairtrade chocola. Maar ik zie sprinkhanen. Er zijn talloze mogelijkheden om toch wel met voor ons nog vreemde zaken in aanraking te komen. Maar je ziet dat ook.